ici, t'es en bas, tu m'attends. Attention, je vais me hisser. Ja, en dan hebben we dus een jaar geleden al met Patrick Nedercorn afgesproken dat hij dit mooie programma Frankrijk voor de Thuisblijvers brengt. En samen met Guido van der Meent heeft hij een programma gemaakt, speciaal voor deze Franse maand. En daar zijn we heel erg blij mee. En ik zou zeggen, een applausje voor Guido van der Meent, die als eerste nu voor u op kon treden. Dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clartée où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Dansez sur moi, qui tourne comme un as. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'en cassent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts, la nuit, je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi. Grondgebied, zij is mijn leven.
dat mag geen boeket van Madeleine. Madeleine, ze komt toch morgen, weet ik wat hier op Madeleine. En de bioscoop gaat dicht, dus al hier geen kus van Madeleine. Madeleine, mijn levenslicht. Madeleine, mijn Bethlehem. Madeleine, mijn hart tot op. Ook al zegt haar neefje Bob, zij is veel te goed voor hem. En ik wacht hier op Madeleine. Kijk, daar gaat de laatste bus. Ze gaan sluiten bij Eugène. Waar blijft je bus en toch? Ze is zo hier. Toch, ze is mijn grondgebied. En toch, ze is mijn levenslied. Oh, Madeleine, waarom kom je niet? Maar morgen wacht ik op Madeleine met z'n ringen in mijn hand. Die hoop ik altijd voor Madeleine. Ze heeft haar aan haar hart verpand. Morgen wacht ik op Madeleine. Wij gaan samen met de bus frieten eten bij Eugène. En dan geeft ze mij een kus. Madeleine, mijn Bethlehem. Madeleine, mijn hersenschim. Ook al zegt haar broertje weer, zij is veel. Oh, morgen wacht ik op Madeleine. Wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, mijn Madeleine. Waar ik op hoog. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in... denk ik toch wel stiekem het leukste theater van deze regio. Nou, gisteren zei ik dat in Baren, begonnen ze meteen te klappen, maar het maakt niet uit. Nee, dit is een ongelooflijk fijne plek om te mogen spelen. En zeker omdat we dat mogen doen met een programmaatje wat we min of meer speciaal hiervoor gemaakt hebben. Frankrijk voor de thuisblijvers. Toch het programma voor iedereen, ik weet eventjes voor iedereen die niet naar Frankrijk gaat deze zomer. Maar ik hoorde al een paar mensen die wel. Wie gaat naar Frankrijk deze zomer? Ja, je durft erbij niet te zeggen, je mag ongegeneerd van profiel zijn vanavond, echt waar, dus ja, trots, ja. En dan krijg je een dubbel shot, ja, dat is natuurlijk heerlijk. Waar gaan jullie heen? Naar Les Arcs, bij Fréjus. Bij Fréjus? Ja. Ah ja, en u? Ook. Ah, jullie gaan samen, ja. Gezellig. Ja, oh, dat wist, één wist dat nog niet en de ander die zegt, ja, precies, gezellig, ja. En u? U ging ook, toch, of niet? Ja, ik ga. Ja, waar gaat u heen? Ja, dat zien we nog wel. Oh, u ziet het nog wel, ja. We eindigen in de Middellandse Zee. U eindigt in de Middellandse Zee. Ja, maar je moet niet te lang in Noord-Frankrijk blijven hangen. Dat is verschrikkelijk. Ja, precies. Voor de rest, u krijgt vandaag echt werkelijk, u krijgt een shot van haar. U krijgt Aznavour, Julien Clerc, Brel, Piaf, Leo Ferré en ook nog nummers van Guido van de Meent zelf. Ik zal eerst nog even over, misschien kun jij de dingen pakken, Guido. Even over Frankrijk zelf. Er is altijd discussie over dat land. Ja, er is toch altijd, je hebt de voorstanders en zijn er ook echte haters van Frankrijk die zoiets hebben van erg me zo erg, als ik elke keer als ik iets hoor, dan gebeurt er iets met me, dan haat ik het. Nee. Nee? Nou, ik heb het heel lang gehad in ieder geval. Laten we even een paar positieve dingen van Frankrijk. Laten we dat eventjes. Laten we dat even doornemen. Dat is positief. Weet u wie wil meteen iets positiefs zeggen over Frankrijk? Touw. Wat zegt u? De touw. De taal! Ik dacht, het is een touw. Ik denk, wat heeft u voor bondage fantasieën, weet je? Maar ja. Ja, ook. De taal. Ook. Oh. De taal. Nog iets anders? De wijn. De wijn en? De wijn en het eten. Wijn en het eten. Oh, sorry. Ja. Ja. De Tour de France, of tenminste de renners, zijn natuurlijk ook positief meestal, maar dat is natuurlijk... Ja. En als je dan kijkt naar negatief, wat zijn er negatieve dingen over Frankrijk te bedenken? Wat? Ja, de Fransen natuurlijk, ja precies, dat staat natuurlijk op één. Wat nog meer? Iemand? De? De taal, hier ook, ja, ja precies, wij, ja. Meer nog? De tol. De tolwegen, ja precies. Tol en taal, ja precies. Gaan we eventjes door. Is er nog meer of niet waarvan je denkt De Nederlanders. De Nederlanders in Frankrijk, dat is maar. Dat is overal in de wereld natuurlijk heel erg. Maar Nederlanders in Frankrijk, die zie je ook al van een kilometer af aankomen met die witte sokken. En... Meer nog? Ja, de foie gras. De foie gras, ja. Oh, dan gaat het nu. Ja, ik heb de Pabo gedaan, dus nu komen we. Ja, nu komen we dat het, ik denk dat dit het is. Dit is een S, hè, maar goed, even terzijde. Dit is lijkt aan. Nog? De wc's. De wc's, ja. Die hurktoiletten, ja, dat is ja. Even kijken, nou. Negatief. We gaan maar even verder. Nee, is er nog iets of niet? Is er. Nee? Nee, precies.
En want dat is nou precies het punt, als je met die Franse haters zit, die kunnen helemaal doorgaan. Maar uiteindelijk, het gaat ons toch een beetje, toch? Ja, ik zie wel iemand in. Het gaat ons een beetje om dat, ja, ik laat je dat ook even niet. Ja, precies. Nee, het gaat, en hier kun je ook nog een heel rijk artikel van natuurlijk. Het weer en vooral toch, dat is onze gezamenlijke liefde, de ongelooflijk mooie liedjes. En ook de mooie taal. U krijgt ook liedjes in het Nederlands, dat heeft u al gemerkt. Vandaag, u was van de taal, hè? Ja. Maar ook liedjes in het Frans. En behalve dus nummers van anderen, ook eigen liedjes. En dat is wel aardig. Ga je dat liedje hier doen? Als je zo staat, of niet? Nee. Ja. Want Dido, die heeft een paar jaar geleden het Concours de la Chanson gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor het beste Franstalige lied. En dat was prachtig. Die uitreiking die was in Amsterdam. In de jury zit dan Lisbeth List. En Guido zong een schitterend nummer over zijn allereerste keer in Frankrijk. En Lisbeth List mocht de prijs uitreiken. En die zei toen tegen Guido, ik was zo onder de indruk, zei ze, jij zingt niet het chanson, jij bent het chanson. Oh. Mooi, hè? Ja. En was hij helemaal, echt helemaal, hij was helemaal in de wolken. En een jaar later was hij een gastoptreden bij de nieuwe uitreiking van het Concours de la Chanson van dat jaar. En toen zat Lisbeth List in de jury. En die zei tegen de winnaar, jij zingt niet het chanson. Jij bent het chanson. Maar u mag beoordelen of het terecht is wat ze bij hem zei. Of dat het een automatisme is. Misschien waren het wel twee hele goede. Guido gaat zingen het nummer Ensemble. En het gaat over zijn allereerste keer in Avignon. Sur la place, tant des jeunes qui s'embrassent, même les vieux, les vieillards, et bien sûr l'amour c'est un vieil art, et puis ce garçon qui veut proposer sa petite amie encore un verre de rosé, tous ensemble sur la place, tant des chemins qui se croisent, tous ensemble avant de partir. On a tous la chance pour naître. Thank you.
dans met mij, dans met mij, dans. La 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 la, dans. La 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 la, dans, 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 dans. En weer moet er een jaar lang zijn, met elke dag een nieuw konijn. We hebben elkaar, dames en heren, leren kennen in, niet in Nederland, ook niet in Frankrijk, maar in Roemenië. Eigenlijk volkomen toevallig, ik was zelf naar Roemenië gegaan, we hebben elkaar afgelopen zomer leren kennen. Ik was daarheen gegaan omdat net aan het begin van die zomer, ik ga het niet helemaal te concreet uitleggen, maar mijn relatie over was gegaan. Na heel veel jaar, dat was heel zwaar en ik geloof dat ik weg wilde, dus een soort van op de vlucht was ik toevallig in Roemenië terecht gekomen. En was er ook een beetje op de vlucht. Eigenlijk dat Guido, mijn vader Guido heeft conservatorium. Mag ik dit zeggen of niet? Ja, Guido heeft conservatorium gedaan, dus de opleiding tot jeugdwerkloosheid. En hij had eindelijk, het jaar daarvoor had hij eindelijk een baantje in de muziek gekregen. Hij was aangenomen bij de Alzheimer Stichting om die Alzheimer concerten te begeleiden. Ja. En die mensen die daarheen gaan, die zijn dat zo weer kwijt. Maar bij hem waren al die optredens in zijn hoofd geplant. Dus hij moest er even uit. En wij troffen elkaar in een heel klein, dierbaar, mooi pensionnetje. Pension Vladimir. Van een oude man die zijn vrouw was verloren en een pension was begonnen. En ons werkelijk alles gaf wat we nodig hebben. En daar ontmoeten we elkaar. En al snel kwamen we, het klikte meteen. Allereerst die ouderen, dat was het eerste wat klikte. Ik heb zelf jarenlang in de ouderenzorg gewerkt. Dan weet je hoe heftig dat is. Je gaat niet met ouderen werken, het wordt slecht betaald, dus voor het geld doe je het niet. Voor de doelgroep, doe je het ook niet echt, weet je. Dus ik deed het zelf. Ik werkte in een verzorgingshuis, ik deed het omdat het zulke leuk personeel was. Dus wij maakten echt een feestje van met elkaar. Elke maand lichten wij geld bij elkaar. En van het geld werd er dan een taart gekocht, maakte een poeltje en de winnaar van het poeltje, die kreeg die taart. Dus, en de winnaar was degene die juist geraden had welke bewoner er als eerste zou overlijden. Dat was het, het beïnvloedde je werk wel, dat moet ik zeggen. Ja, als ik een aftakelende bewoner zag, het water stond me in de mond. Echt meteen. En ik weet nog goed, ik ben gestopt met de ouderenzorg toen Omroep Max begon met dat programma De Geheugentrainer.
zie ook nog mensen uit de doelgroep in de zaal zitten. Maar... Ja. Ja, precies. Ja, ja. Ja, weet je de mop nog of niet? Of is het, nee, maar het idee van het programma is altijd een mop. En die moeten oude mensen dan de hele dag niet houden. Die moeten ze s'avonds aan iemand doorvertellen. En als ze dat goed doen, dan hebben ze volgens Omroep Max een goed geheugen. En ik vind dat een verschrikkelijk grof systeem. Want ja, allereerst, waarom vertellen wij ouderen een mop? 'S Ochtends, waarom niet een mooi verhaal? Of een goede een mop? En het systeem klopt ook niet. En je kunt wel zeggen, je moet nu iets onthouden en het s'avonds aan iemand doorvertellen. Maar ik weet uit ervaring, in die verzorgingshuizen, bejaarden krijgen s'avonds helemaal geen bezoek. Dus aan wie moeten ze die mop doorvertellen? Ja, dat kwam regelrecht op het bordje van de zorg terecht. Dus dan kwam ik weer zo'n kamer binnen, wilde ik snel een stemkous aantrekken. En dan was het altijd, zuster, zuster. Ik heb altijd zuster genoemd, ik weet niet waarom. Mag ik u een mop vertellen? Een Amerikaan en een Chinees zitten samen in een restaurant. Zegt die Amerikaan tegen die Chinees, when do you have elections? Zegt die Chinees, every morning I have elections. Dat type grappen ook, weet je. En dan, die hoorde ik dus 70 keer op één avond. Op een gegeven moment zat mijn ergernis op hier. Ik kwam zo'n kamer binnen en iemand was me aan het vertellen. En toen aan het eind van die mop zei ik, sorry, ik snap hem niet. Meent u dat, zuster? Zuster, vertel ik me dan verkeerd? Zuster, zou ik hem niet goed onthouden? Zuster, ben ik dement? Toen had ik me nog in kunnen houden, hè? Maar toen heb ik gezegd, ja, als u niet eens een mop kan onthouden, dan zou je dat wel gaan denken, ja. Zuster. En zuster, ik ben de zuster helemaal niet. Hé, ik ben je zoon. En ik krijg nog 600 euro van je. Het is de enige manier om geld te verdienen in de zorg, dames en heren. Echt waar, ik geef het u mee. En de stilte achterbleef, dacht Vladimir. Het spijt me, allerliefste, maar ik leef nog steeds en ik wil geen tijd verrouwen. Hij maakt in de schuur een bord, pensioen, zie me vrij en begon de rommelkamer te verbouwen. Na het verse bloemen brengen. Vanaf het graf naar Janko met zijn ijzerbare winkel en die gaf alles mee aan oude mannenhand. En Vladimir begon gestaag en droomde onder wel van zijn gasten en hun nooit bezochte landen. Dan is het af. Komt er niet één. Ja, ik. Op een dag. Verloren. Verdwaald. Chagrijnig parkeer ik mijn wagen. En zie dan een man die mij huilend onthaalt. Je bent er niet mee aangeslagen. Hij grijpt mijn hand en denkt me mee. Ik begin te vertellen over de geschiedenis van Roemenië. De revolutie. Ik zie mezelf, jaren ouder weliswaar. Want toen het uitging met mijn lief, ging ik werken. Toen het uitging met mijn lief, ging ik reizen. En nergens miste ik haar zoals dat. Ik ben zo blij.
South America, Edith Piaf heard a Peruvian waltz. When she was back in Paris, she asked her lyrics writer to adapt some words for this beautiful Peruvian waltz. This is what became one of her biggest hits, for sure, one that you cherish a lot here in Holland, La Foule. Le corps enlacé s'envole.
Je vois, 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 je
elles sont ma seule loi de vivre. Reprendre mon alcoolique, aux yeux farouches et diaboliques, aux gestes de orage en orage, du lebel échappé de sa cage. Et te dire, vivre avec cette horreur, ne délie pas ce voyant, c'est trop risqué, c'est dangereux. Oui, écoute pas leur sottise.